Welkom allemaal in het Stadio Olimpico in Rome. Ik ben Evert ten Apel en ik vroeg Jurie Mulder net wat hij van dit stadion vond. Ja, reusachtig Evert. Ik vind het echt een geweldig stadion. Scheidsrechter Sergej Pipukin mag deze wedstrijd in goede banen leiden. Scheidsrechter Sergej Pipukin mag deze wedstrijd in goede banen leiden. We zijn weer onderweg en ik hoop met u op een aantrekkelijke wedstrijd. We gaan het zien. Hij heeft hulp. Ja, en nu? Ze strijden om de bal. Over de achterlijn, geen corner, maar wel een doeltrap. Scherp verdedigd met zo. Kijk nou. Oh, hij scoort. De eerste klap is een daalder waard. Dat zagen we hier, maar dat is bevestigd. Het eerste schot van de wedstrijd vloog zo het net in. Dat was het eerste doelpunt. Zo'n tackle. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Ja, en nu? Met zijn hoofd. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. Mascherano. Clichy. Kans voor Clichy. Voorzet zou goed zijn. Hij wordt voorgegeven. Voorzet onderschept. De verdediger zat er prima tussen. Hij duikt de ruimte in en heeft alle tijd om voor te zetten. Jesus Games. Witzel. De scheidsrechter geeft een doeltrap. De doelman neemt hem waarschijnlijk zelf. Geen controle, bal kwijt. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hij kwijt. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken.
de lijn. Mascherano. Moussa Dembele. Rever. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Witzel. Jesus Gomez. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Voorzet en dan. Nou, kijk eens wat hij daarmee kan. Wie gaat de hoekschop nemen? Nou, daar zullen zijn ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Mandzukic. De afmaker. Ja, met zo'n voorzet maak je het afdoen niet. Wat gaat hij doen? Dat is ver naast. Mascherano. Witzel. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Vermalen. Ja, en nu? Hij probeert de bal wel voor te zetten, maar daar wordt een stokje voor gestoken. Witzel. Een schermutseling om de bal. Die aanval wordt onderbroken. Ja, en nu? Dit wordt menens. Ja, dit is een geweldig hard schot door. Maar ja, daar worden de keepers op getraind tegenwoordig. Die bal gaat over de achterlijn corner. Hij kopt. Nee, die bal komt rechts in de handen van de keeper. In het overzicht ziet u het aantal schoten. Mandzukic. Moussa Dembele. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Clichy. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt? De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. We gaan de rust in met dat vroege doelpunt dat het verschil maakt tussen de twee teams. Ja, het is altijd fijn om te rusten met een doelpuntje voorsprong. Zien wat de tweede helft brengt.
Wat voor spektakel gaat de tweede helft ons brengen? Ideale positie voor een voorzet. Voorzet geeft kans. Raakt, hij zit. Prima doelpunt met het hoofd. En natuurlijk ook wel een goede voorzet. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij staat precies op de goede positie en scoort met het hoofd. Mascherano. Clichy. Lucas. Deze paas bereikt niemand. Bal is over de zijlijn. Bal vanaf de buitenkant. Mooie volley hoor. Hij pakt hem zeg, die keeper. Nou, daarmee herpakt hij zich aardig, want hiervoor stond hij toch een partij te schutteren. Moussa Dembele. Ja, en nu? Neemt hem ineens. Nee, dat was geen al te best schot. Nee, dat is gewoon technisch zwak geschoten. Hij schept de bal veel te veel. Snel teruggekaatst. En de bal wordt onderschept op de vleugel. Mandzukic. De tikkel is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Houdt die bal bezit? Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Ja, en nu? Ziet er gevaarlijk uit. Ach, 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 op de paal. En onder druk gaat hij de zijlijn over. Er komt weinig gejuich of geluid van de tribunes, Jury. De thuisclub die speelt ook slecht. Eigenlijk zouden de fans nu massaal achter die ploeg moeten gaan staan. Ja, hoe noemen ze dat, Evert? Bioscoop, publiek, hè? Het is niet echt, ze zijn niet echt aanmoedigend. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Moussa Dembele. We zien of ze nu kunnen counteren. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Vermalen. Hij rent het halve veld over. Witsel. Oh, ze zijn de bal kwijt. En nu kunnen ze counteren. Ja, en nu? Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Mascherano. Mandzukic. Hij laat zien over een enorm uithoudingsvermogen te beschikken. Hij blijft lopen vandaag. Ja, dat is ongelooflijk even, echt waar. En dan zie je hoe belangrijk hij is voor deze ploeg.
Rever. Ze wilden die bal wegwerken, maar komen alleen maar dieper in de problemen. Wissels bij beide ploegen. Hier heb je nog meer. Mikel. Hij dacht maar aan één ding. Naar voren met die bal. Maar dat is een goal. En ook dat doelpunt kan niet worden voorkomen door de keeper. Hij pakt er weinig van vandaag. Nee, het is niet zijn dag. Hij zou blij zijn als de wedstrijd erop zit. En voordat hij de bal aanneemt, weet hij al waar hij heen moet. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Marquisio. Goed gepakt door de keeper. Ja, en nu een schermutseling om de bal. Dit wordt spannend. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Maher. Kijk, er wordt uitstekend samengewerkt. De bal gaat moeiteloos rond. Ja, ze laten de bal het werk doen. Goed voetbal dit. Daar is de voorzet. Ai, daar had meer in gezeten, maar hij bereikt zijn doel niet. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 3-0. Hebben ze nou de overwinning te danken aan dat vroege doelpunt, Jordi? Nou, ik denk het wel. Het was goed voor het vertrouwen. En daarna hoefde ze alleen de boel achterin dicht te houden en te voorkomen dat de tegenstander zou scoren. Einde wedstrijd en ik wens u nog een prettige avond.